In Bilze komt CD&V nieuw voor de dag met een plan om de plaatselijke tennisclub te redden. De oppositiepartij wil dat het stadsbestuur de gronden overkoopt. Daarmee zou de openbare verkoop van 5 mei kunnen verhinderd worden. Maar burgemeester Breepoels wil van een aankoop van de terreinen met belastingsgeld niet weten. Als men die lijn wat rechter maakt, dan kunnen er 8 buitenpleinen en 6 binnenpleinen komen. Een beetje opschuiven. Als de grond wordt aangekocht door de gemeenteraad, dan kan de tennisclub in Bilze met zekerheid blijven bestaan. Met zijn paar herschikkingen zou de grond ook beter benut kunnen worden. Zo zouden er meer tennisterreinen binnen en buiten kunnen gelegd worden. We denken dat dat een oplossing is, goed voor het tennis, ook goed voor de jeugd. Het jeugdcentrum kan dan fatsoenlijk groter worden. En de stad zelf houdt dan ook toch 1,5 hectare oppervlakte hier vlak in het centrum gelegen. Vlakbij de Kimpel en de voetbalterreinen, waar ze zelf kan over beschikken in overleg met de huidige uitbating. Tenzij er donderdag op de gemeenteraad nog een oplossing uit de bus komt, vindt de openbare verkoop op 5 mei gewoon plaats. De tennisclub zelf denkt aan crowdfunding als noodoplossing. Maar CD&V Nieuw hoopt nog op de aankoop door de gemeenteraad. Het stadsbestuur van Bilze is zelf niet van plan om de terreinen aan te kopen met belastinggeld. Ja, ik vind dat een zeer opportunistisch voorstel. Te meer daar toen CD&V Nieuw in de meerderheid zat, het tennisplein meer dan 2 of 3 keer verkocht is geworden. Dus in de privésfeer. En toen hebben ze dat voorstel nooit gedaan. De tennisclub telt in totaal een 700-tal leden, waarvan er 377 in Bilze wonen. Voormalig tennisster Kim Kleisters is ook in Bilze geboren. Tennis moet blijven. We vinden tennis een volkssport. Je ziet dat zelf hier. Er zijn heel jonge kinderen die het doen met hun mama's. Maar je ziet ook senioren, 70, 80-jarigen, die hier nog hun geliefde sport kunnen beoefenen.